Ja, dat is teleurstellend natuurlijk, maar wat is het verhaal van deze wedstrijd? Nou, een heel teleurstellend resultaat, ja. Wat was, wat me meer van voorgesteld. Nou ja, ik denk, als ik gewoon naar de wedstrijd kijk, dan hebben we natuurlijk een veldoverwicht zonder heel veel kansen te creëren. De eerste grote kans is voor ons. En kans op de goal van de Dijk, die komt uit de lucht vallen, net voor de rust. Maar als ik dan kijk naar de uitvoering, dan is het niet zoals het de bedoeling is. Dan denk dat we veel minder een team waren dan, dan voorgaande wedstrijden. Dan bedoel ik die twee voor de winterstop, maar ook eigenlijk wel de oefenwedstrijden. En dat uitzicht dan in, ja, in het te weinig omschakelen, te weinig druk op de bal. Maar in balbezit ook met het niet goed ten opzichte, of in ieder geval onvoldoende ten opzichte van elkaar bewegen. Eén van in de bal, de andere diepte. Wil ook graag dat er steeds dieploopacties achter de verdediging waren. Nou, uiteindelijk is dat te weinig. Na de tweede helft ja, krijgen we weer een ongelukkige goal tegen. En ja, zijn we ook niet meer in staat om kansen te creëren. En daar zakte het heel ver weg. De eerste 20, 30 minuten zat ik toch te wachten eigenlijk meer op een goal van de Treffers dan op een goal van de Dijk. Alleen na de tegengoal lijkt alsof jullie een beetje ja, van de wijs zijn of zo. Hoe was dat in de kleedkamer? Het was vlak voor rust. Ja, nou ja, de eerste 20, 30 minuten heb je zoveel overwicht, zoveel veldoverwicht en zoveel balbezit. Uiteindelijk ja, creëer je dan te weinig. En in die fase, oké, okay, zetten we een aantal keren veroveren snel weer de bal. Maar we komen niet tot echt grote kansen. Ja, die goal komt ja, op een zeer ongelegen moment natuurlijk. Aan de andere kant, ja, als je zo'n eerste helft speelt, dan verwacht je als je die lijn doortrekt de tweede helft, dat je nog wel goals gaat maken. Zijpelt het vertrouwen dan ook weg, hè? Want het is zo raar hè, dat jullie in december twee keer heel goed uitresultaat hebben geboekt. En dan thuis, ja, sinds augustus is het niet meer gelukt om hier te winnen. Dat wordt bijna een soort, ja, soort spookbeeld, denk ik dan. Nee, maar ja, de feiten zijn wel zo. Het is niet zo dat het een probleem is of wordt, maar de feiten zijn wel zo. En ja, in uitwedstrijden kunnen we misschien wat meer terugleunen. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de verklaring daarvoor is. Nou, vorig jaar hebben we veel thuis gewonnen, de jaar daarvoor ook. Nu wat minder. Er komen spelers bij, daar hebben we het voor de wedstrijd al over gehad. Ga je nu het elftal toch een beetje verbouwen? Is dat nodig? Nou, ik denk wel, zoals we nu hebben gezien, dan zie je wel dat er wat moet gebeuren. En, dus ik denk dat de aanwinsten zeer welkom zijn. Dankjewel. Thanks, Anton. Dankjewel. Het leek echt van, ik heb het.